Toen wist ik dat het voorbij was. En mijn enige hoop op dat moment was dat ik hoopte ze hem vinden. 11 mei 2020, Scheveningen. Voor de meeste mensen niet het perfecte strandweer. Maar voor watersporters is het een ideale dag. Ook de 22-jarige Max pakt zijn surfboard en duikt met 4 vrienden het water in. Ja, ze gingen surfen. Het was prachtig weer. Het was veel wind. En daar ga je voor als je gaat surfen. Als windstil is, ga je niet. En eigenlijk aan de andere kant van Davenhoofd zijn ze tot 's avonds 11 uur nog doorgegaan. Er was niks aan de hand. Marjolein, de moeder van Max, heeft op dat moment nog geen idee dat haar wereld op het punt van instorten staat. Eencellige algen die bestaan uit eiwitten creëren die dag een schuimlaag op het water. Surfers noemen het Cappuccino Coast. Ik ken het wel, de vieze schuim wat je wel eens op het strand ziet liggen. Maar dat was nu tot 2 meter hoog opgeklopt eigenlijk door de zee. De wind draaide en het kwam in 1 keer over zee. Dus er geen schijn van kans meer. Het is bijna een beetje als in een sneeuwlawine. Het wordt in 1 keer donker, je weet niet meer wat onder en boven is. En je komt er niet meer bovenuit. 14:45 s'nachts krijgt Marjolein een telefoontje van de politie. Het duurde even voordat ze door had dat ze bij haar voor de deur stonden. Dus toen ik dat uiteindelijk begreep, toen ben ik meteen naar beneden gerend. En daar kreeg ik ook eigenlijk meteen het nieuws te horen. Dat in eerste instantie dat mijn zoon vermist was. En dat ik de rechercheurs in Scheveningen moest bellen. En die heb ik gebeld en die vertelde me het verhaal van de service in Scheveningen. En dat ik geen hoop meer hoefde te hebben. Toen wist ik dat het voorbij was. En mijn enige hoop op dat moment was dat ik hoopte ze hem vinden. Want ze hadden hem nog niet gevonden. En dat was eigenlijk voor mij de eerstvolgende stap. Ik hoop dat ze hem vinden, zodat ik hem kan begraven. Volgende ochtend ergens tussen 9 en 10 hadden ze iemand gevonden in het water en dat was Max. Toen zijn we naar Scheveningen toegegaan, toen moesten ze hem identificeren, dus zijn vader was er al. En toen lag hij daar. En als dat gebeurt, dan gebeurt er iets wat je niet kan voorspellen, wat niet normaal is, wat niet is zoals het hoort te gaan. Weet je, Max hoort mij te begraven, ik niet hem. Dat is heel raar. In de weken en maanden die volgen gaat Marjolein door een regelrechte hel. Ze besluit uiteindelijk een boek te schrijven. Een boek voor haar dochter, die pas 7 was toen Max overleed. Het is begonnen als brieven aan Ivy, aan mijn dochter. Dat zij de broer leerde kennen, want ze was nog zo jong. Lieve Ivy, mag ik je wat vertellen over je broer Max? Weet je nog, die laatste vrijdag, vanwege corona had jij geen school en ik was thuis om juf te spelen. Max ging in mijn plaats werken. Die middag hadden jij en ik het over kubussen. S'avonds bleef Max. Dat Ivy was jouw broer Max. Liefste mama. Ergens lees ik mijn twijfel voor in allemaal korte zinnetjes. Ik kan wel vertellen dat ik Max zo mis. Dat mijn wereld in 1 klap verging toen de politie voor de deur stond. Dat ik het dode lijf van mijn zoon heb gewassen. Dat ik hem groen heb zien worden. Dat ik een graf van 2 meter diep heb dichtgeschept. En dat Max met iedere schep aarde verder verdween. Als mijn zoon dood kan gaan, misschien gaat mijn dochter ook wel dood. En geen ene ouder weet hoe het is als je kind verliest. Niemand, hè? Ik weet het wel. En iedereen is bang dat zijn kind wat overkomt. Maar ik weet hoe het voelt. En ik heb er nog één. En ik weet hoe het voelt als ik haar ga verliezen. En dat is een gevoel wat geen enkele ouder zou mogen hebben. Maar ik heb het wel. En zo moet ik wel door. Ja, het is veel uiteindelijk geworden. Het is een eerbetoon aan Max. Ik hoop dat mensen dit lezen denken, god, ik wou dat ik die jongen gekend had. En het is een handvat voor andere ouders. Er sterven 1000 kinderen per jaar. Dus er gaan sowieso 2000 ouders dit jaar komen die hun kind gaan verliezen. En er gaan dus buren zijn van die mensen. En broers en zusters en vaders en moeders. Dus het is een hele grote groep mensen die met die mensen te maken krijgen. En die mensen hebben hulp nodig. Iedereen die iets kan doen, moet iets doen. En hoe klein het ook is, weet je, het is nodig. Want je kan het niet alleen.